PSV speelt in de play-offs van de Europa League tegen het Oostenrijkse SV Ried. Dat heeft loting vandaag bepaald. Hij speelt eerst op donderdag 18 augustus thuis. Een week later is de return in Oostenrijk. SV Ried is voor trainer Fred Rutte van PSV een volslagen onbekende tegenstander. Voor mij is het totaal onbekend. Ik heb alleen de informatie dat ze de afgelopen wedstrijd tegen Brøndby door zijn gekomen. Nou ja, dat is een goede prestatie. Ja, absoluut. Maar voor de rest is mij niets bekend. Gewoon serieuze benadering. Bekerwinnaar van Oostenrijk. Vierde plaats staan ze, heb ik begrepen, op het ogenblik na 5 wedstrijden. Ja, dat klopt. Zij zijn al in competitie. En als het goed is, kunnen wij ze 2 keer zien. Dus als het even kan, wil ik zelf nog even overvliegen. Als dat mogelijk is. En anders zullen onze scouts aan het werk worden gezet. Op een hele bereisbare afstand, hè? Een dikke 800 kilometer. Ik dacht het wel, ja. Dus voor ons is dat ideaal. Je hebt weinig reistijd en zeker ook met de wedstrijd die er daarna weer gaat komen. Dat is altijd wel prettig, ja. En laten we eerlijk zijn, mag geen probleem zijn, SV Ried. Kijk, PSV is een club dat een behoorlijke reputatie heeft in Europa. Vorig jaar kwartfinale bereikt. En als je dat zo in elkaar af gaat zetten, dan moet je oppassen voor onderschatting. En van het vooruitkijken naar de dubbele confrontatie met het Oostenrijkse Ried gaan we nu met Fred Rutte praten over de opening van de competitie. Zondagmiddag 12:30 in Alkmaar, AZ uit. Fred Rutte sprak er vanmiddag uitgebreid met journalisten over. Natuurlijk ook over hoe hij tegen AZ aankijkt. Kijk, je wil een goede start maken. En die goede start is altijd als je daar heen kunt gaan en je kunt daar 3 punten pakken. En ja, dat moet ook denk ik wel een beetje streven zijn. Zij zitten al in de competitie. In ieder geval zijn we een aantal wedstrijden al waar het erom ging gespeeld. Dat is misschien wel een beetje in hun voordeel. Anderzijds, ze hebben een reis in de benen. Dus wat dat betreft, voor ons denk ik dat wij er klaar voor zijn. Klaar voor zijn om daar een goede score neer te zetten. Zijn jullie dan zondagmiddag de frissere partij als je de afgelopen week van AZ bekijkt? Inderdaad, met die wedstrijd donderdag, met die reis daarna. Ja, achter zit allemaal in de kop. Als je daarover na gaat denken, kijk, het is de start van de competitie. En die start, die smeer ik meer uit over een wedstrijd of 5-6. En dan kun je zien of een goede start heb gemaakt. En dit is een wedstrijd. En wij willen die heel graag winnen. En daar zullen we ook voor gaan. Alleen, ik ken Gert-Jan Verbeek. En die ken ik zeer goed. Dus ik denk dat hij ze wel fysiek en mentaal wel klaar heeft gestoond om wat hun doelstelling ongetwijfeld zou zijn, die eerste thuiswedstrijd te winnen. Ja. Dan hebben wij bij het begin van zo'n nieuwe voetbalcompetitie altijd van die wat clichématige vragen. Is PSV er klaar voor die start? Kijk, ik ben er sowieso helemaal klaar voor. En de spelers ook, die willen heel graag dat het begint. Ik had toevallig vanmorgen nog over met een speler. En die altijd duurt de voorbereiding te lang. Weet je, in de beleving van de voetballer. Dat was ik zelf ook. En als het erom gaat en dan... Dat is het uiteindelijk, dat geeft het ultieme en niet de voorbereidingsvoetbal. Nee, maar in de zin van er helemaal klaar voor zijn, je had natuurlijk liever die verdediger en die spits erbij gehad die je nog zo graag wil hebben. Ja, maar daar ga ik niet over zeuren. Wij gaan gewoon ik ben wat dat betreft pragmatisch ingesteld. En we hebben dit op dit moment tot de beschikking. En ik zal het beste team opstellen, zeker vanaf 12:30, dat in mijn ogen daar het beste resultaat kan halen. En het beste resultaat, dat is als je daar kunt winnen. En die 11 namen, die ga je nu vertellen? Nee, die vertel ik niet. En die hou ik nog even voor mezelf.